De woorden die ik ervoor zou gebruiken... intensief, absurd en soms surrealistisch. Onwerkelijk, waarmee wij zijn geconfronteerd. En ook de samenleving. Maar ziet u eigenlijk snel een soort wijziging van het gedrag van de onder u gesteld? Wat is er aan de hand met dit land dat we zo agressief zijn? Nou ja, dat is ook een sociologische vraag, zou ik haar zeggen. Ja. Maar vanuit ons perspectief denk ik dat je moet zeggen... dat de onrust in de samenleving neemt toe. Dat heeft, denk ik, absoluut te maken met de coronamaatregelen. Ja. Het gevoel dat je je vrijheid niet helemaal terug hebt. Dat je niet het vertier kan zoeken wat er is. Ik denk eerlijk gezegd ook dat er onderliggend ook maatschappelijke problemen zijn... Waar nog niet een adequaat oplossing voor is. Hè. Of het nou klimaat is, wonen. Al dat soort aspecten spelen ook mee in de samenleving. En wat wij zien is dat er toch een radicale onderstroom is... die daar gebruik van maakt. Of in ieder geval een ongenoegen uit. En dat ongenoegen dat verhardt zich, dat verbreedt zich. Ja. Niet alleen naar de politie toe trouwens. Hè, naar wetenschappers, journalisten. Je hebt van de week meegemaakt. Ja. Zeker, ja. Dat zou mijn eerste korte analyse zijn.